97 Daniel, de hoogste tweede plaats. Oh, die zat er buiten toe. En het is hier helemaal naar buiten gezet. Wat zit er Jan nou voor de vijf hier naar buiten gaat? En het is. Even kijken, je zit er allemaal tussenin. Daar erachter is hier, door Johan Peter op in de kop. Je hebt wat meters eruit te verslagen. En daarachter. Hierachter is het. Sinterbin. Sinterbin is al het beste. Sinterbin, Jan Bouw van de Veen. Ja. En Johan Peter, maar weet het graag niet te bouwen, Jan Douw van de Veen. Oh, het zit er zitten in de aanval, daar zit ik twee Rico Boot. Rico Boot zit daar zo, daarachter zit de 97. Daniel de Hoop. Een gele vlag, ik denk voor de ANP-auto die daar aan de kant op stil ligt. Wat is dat geluid? En dan zijn ze weer door de bollens weer geruimd. En Johan Peton, dus die nog op kop met in de zin binnen Jan Douw van de Veen. Daar is de Rinkelboot. En daarbinnen Rico Boot. Rico Boot, ja, ja, Rico Boot pakt hier de tweede plek over. Wat een prachtige lezing van Rico Boot. Rico Boot hier, Peppert zit te binnen. Oh, Rico Boot gaat hier straks. Jan Douw van de Veen hier nog. Staat er, maar hij blijft wel rijden. Die had hier de tweede plek en Rico Boot zit tegelijk alweer achteraf. Wat een finale is dit, jongens. Johan Peto, die rijdt zijn eentje helemaal voorop. En het is Jan Douw van de Veen die de aanval over tot Patrick Sintermin. Jan Douw van de Veen. En dan zit Rico Boot te kijken op Jan Douw van de Veen. Rico Boot, die rent naar Jan Douw van de Veen. Jan Douw van de Veen rent naar Patrick Sintermin. Wat gaat er gebeuren? Die Patrick Sintermin is hier op kijken. Johan Peter op trappen waar het laat is. En we hebben nog twee, nee, we hebben 15 rondes. We hebben nog wel 7 rondes te gaan. Dus we zijn er nog lang niet. Rico Boot. Johan Peter mee. Dat ligt wel even vast. Maar ja, hij moet nog 5 rondjes. Ruim. Patrick zit er binnen op de tweede baan. Rico Boot op de derde met Jan Douw van de Veen. Ja, daar komt hij. Aan de buitenkant gaat hij kijken bij Rico Boot. Hij probeert er de binnenkant uit te komen. In de binnenkant van Rico Boot. En dat gaat hem lukken. Zit er naast elkaar op het rechtsein. Jan Douw van de Veen. Van de binnenkant van Rico Boot. Hij peert hem in zijn zijkant. Dat lukt hem niet goed. Rico Boot heeft dit erbij zijn lijn. Oh, wat een mooie wedstrijd dit, jongens. Johan Peter. Dit is een stil om te kijken wat Peter Sintermin komt dichterbij. Jan Douw van de Veen, de winst is erin bij Rico Boot.
Jandaal van de Vleet, de wind is erin, Marikkeboot. Dat is hierna, dat is hierna. Marikkeboot is sneller. Marikkeboot is sneller op het rechtbij. Johan Peter. Johan Peter. Nee, kijk. Johan Peter. Dan willen we straks nog twee rondjes te gaan na die rondje. Patrick Sinterdijk komt wel heel dichtbij. Patrick Sinterdijk komt wel dichtbij Johan Peter. Hij gaat alles uit de kast trekken om erbij te komen. Daar hebben we Jan Douw van de Vleet, die zit erachter. En Johan Peter zit er binnen in de wiel. Ja, heel erg. Hij krijgt straks de laatste ronde. Patrick Sinterdijk zit erachter. Johan Peter, Patrick Sinterdijk zit sneller. Patrick Sinterdijk sneller. We zitten heel dicht bij elkaar. Johan Peter, nog één rondje te gaan. Patrick Sinterdijk raakt tussen Johan Peter. Nog één rondje te gaan. Johan Peter zit in de middenbrok. En Patrick Sinterdijk zit in de binnenkant bij Johan Peter. Die gaat meteen door. Johan Peter. Die wordt terugverwezen naar de tweede plek of niet? Johan Peter. Zit hier op de tweede plaats. Hij laat zijn zak uit de auto met de drie. Hij doet Patrick Sinterdijk eruit. Hij gaat binnen door. Ja. Johan Peter. Hey, Jan Douw van de Vleet. Jan Douw van de Vleet. Johan Peter. Zo, Patrick Sinterdijk in drie. Wat een wedstrijd, jongens.